Er zijn momenteel 53 personen thuis in quarantaine. Dit zei Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, gisteravond op de persconferentie van de overheid. Er waren 21 vermoedelijke gevallen, zegt Slijngaard, waarvan 19 negatief zijn getest, 1 geval is positief en 1 wordt nog onderzocht. De positief geteste persoon is stabiel en wordt verpleegd in het Wanica ziekenhuis. Ten aanzien van het andere vermoedelijke geval zijn we nog wachtende, omdat het even duurt voordat het resultaat bekend is, zegt de coördinator. Er wordt vanaf nu voorkeur gegeven aan het afzonderen van mensen in thuisquarantaine. Dat besluit is gisteren genomen door de overheid, zegt Slijngaard. En dat besluit houdt zoveel in dat wij nu de overwicht zullen geven aan thuisquarantaine. En omdat wij dus een aantal mensen hadden die reeds in quarantaine waren geplaatst, en het gaat in deze om ongeveer 14 om 6 gevallen, moet je er dus eigenlijk ervan uitgaan dat er op dit moment 53 gevallen zijn in thuisquarantaine. De 6 die waren in principe nog onderweg naar de quarantaineplaats. En toen het besluit is genomen, hebben ze de mensen gereroute en de mensen mochten toen naar huis gaan. Onder stringente voorwaarden. En het is al eerder aangehaald door de directeur Volksgezondheid dat er stringente regels zijn gemaakt. En dat wordt dus met de mensen gecommuniceerd die in thuisquarantaine zijn. Danielle Feira, directeur van het Bureau Nationaal Veiligheid, zegt dat alle vermoedelijke gevallen onder controle zijn. Ze geeft verder aan dat elke Surinamer verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gemeenschap. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen in handen van de BNV en de regering. Vice-president Ashwin Adin zegt dat er alvast 2000 quarantaineplekken gereed gemaakt worden. Je kan het niet alleen doen. En vandaag ziet u dat de overheid samen met u bezig is om ervoor zorg te dragen dat de openbare gezondheidszorg van Suriname gehandhaafd blijft op de wijze dat het zou moeten zijn. Toch? U heeft zoveel al gehoord wat we aan het doen zijn. Sommige maatregelen, sommige Sani zijn daar in place gebracht en een heleboel mensen zeggen een beetje streng, te veel, te veel, te veel. Maar het is allemaal nodig om te komen naar het punt dat we vandaag kunnen zeggen, we zijn bezig het onder controle te houden. Maar, wij zien nu dat met onder strenge voorwaarden wij ook in staat zijn om de thuisquarantaine goed in te richten. Het zal wel onder strikte voorwaarden zijn, en een strikte surveillance ook, willen wij voldoen en zeker zijn dat er geen besmetting plaatsvindt verder. Dat wil zeggen de komende dagen, met deze extra nuancering, extra nadruk op thuisquarantaine, dat we intussen een go hebben gekregen, we zitten te kijken wat zijn de voorwaarden van quarantaine door de specialisten bekeken en zo. Ook voor thuisquarantaine hebben we nu aangescherpt. We blijven aanscherpen totdat we zeker weten dat er geen één case van besmetting verder kan. Vice-president Ashwin Adin en daarvoor Danielle Feira, directeur Bureau Nationale Veiligheid. Ze spraken gisteren op de 3e persconferentie van de overheid in het perscentrum. Tot gisteren waren er 53 personen in quarantaine geplaatst. Er worden 2000 quarantaineplekken gereed gemaakt.